Jongens, elke dinsdag bespreken wij de laatste tech gadgets en gear in het item wat Gamersnet Gear heet, elke woensdag op YouTube. Bedankt voor het kijken alvast. Naast me zit Tom. Dit is Peter. En hier heb ik enorm grote seksachtige speeltjes. Iemand op YouTube noemde ze al heel praktisch haardrogers. Een soort van futuristische haardrogers. Zo, serieus? Ja, ik zat in de unboxing allemaal. Het zijn kanonnen, het zijn geluidskanonnen. Dat was een leuk gifje. Ja, dat was een fijn gifje geworden. Het was goed gifmateriaal. Maar het zijn de Razer Nomo Chroma speakerset. Hoe? En dat is wel Nomo. Nomo? Ja, Razer heeft natuurlijk altijd van die regels waar de meeste dingen benoemen. Dus dit is volgens mij een sterrenstelsel Nomo. Dingen met audio en zijn vaak iets met sterren, geloof ik, bij hem. Hoe dan ook, een 2.0 speakersetje voor de gamer. Nom nom nom, het ziet er lekker uit. Ja, om nom nommo of when you can take nommo. Geluid. Ja, 2.0. Zeer simpel aansluiten of 2.0. Een 2.0. Ik vind het altijd zo overdreven zijn gewoon twee speakers met aan allebei geluid. Ja, maar 2.0 definieert dan dat er geen subwoofer bij zit natuurlijk. Dat snap ik, want die staat er ook niet. Nee, precies. Dat snap ik. Alles over de... in beeld gezet. Staat hier niet onder of zo? Nee, maar dat vind ik een beetje... 2.0. Gewoon twee speakers. Ja, oké. Dus het zijn twee speakers. Stereo inderdaad. Met 3-inch glass fiber woven membraampjes. En aan de achterkant ook een soort van bassport. En daarom zijn ze ook zo lang, omdat er een soort van bastunnel achterin zit. En hoor je dat ook? Dat kun je op zich wel horen. Je hebt een volumeknop natuurlijk los en nog op zitten op je linker unit. En dan heb je ook nog een basknop. En ja, die kun je een beetje opdraaien. Zij dus je van ik wil net iets meer bas in mijn hele patroon van alles wat ik luister. Dat ik wil meer timbre. Ik wil meer timbre. Timbre. Nou, die kun je gewoon zo opschroeven. Daar moet wel bij gezegd worden. Het is niet alsof je daarmee echt je hele bureau laat trillen. Want het is niet zoals een losse subwoofer. Daar heb je ook nog een duurdere variant van dat ze nog een losse subwoofer erbij geven. Dan is 2.1, hè? Ja, dat is ook weer echt een setje met veel hogere prijs natuurlijk. Maar dit is op zich, je kunt die bas aardig opschroeven. Maar je moet niet denken dat je daar een dikke houseparty mee kan runnen. Oké. Dus mooi geluid. Ja, ik vind het op zich aardig geluid. Al ga je natuurlijk wel met games heel erg het ding hebben van de meeste gamers zitten ook gewoon op een headset. Omdat de spatial awareness dan ook beter is. Dan kun je beter om je heen horen. Dat proberen deze dingen ook wel te doen. Lukt ook wel aardig. Maar als je echt een audiofiel bent, dan heb je niet zoiets van wauw, dit zijn echt speakers. Ook voor mijn supermooie muziek die je op vlak en dergelijke downloadt. Ja. Dat dan weer net niet. Terwijl je er dan wel €160 voor betaalt. Dus daar is wel een beetje prijzig. Ja, maar ik moet zeggen, het is natuurlijk geen Sonos of Bose. Nee. Of whatever. Maar het ziet er wel super vet uit. Ik vind het wel. Ik hou van out-of-the-box design. En dit is wel out-of-the-box boxen. Ja, netjes out of the speakerbox. Heel erg. Ja, nee, ik moet ook zeggen, het design is heel erg fraai. En natuurlijk omdat het de Chroma-editie is. Je hebt ook een editie zonder Chroma. Maar Chroma wil natuurlijk zeggen dat het van die mooie lampjes aan de onderkant heeft. Waarom zijn er edities zonder Chroma? Ja, dat is Razer heeft natuurlijk ook heel vaak hebben ze een Chroma-editie. Maar ook iets van iets lager ingestoken. Dan krijgen wij nooit opgestuurd. Ik dacht werkelijk dat Razer in alles Chroma. Oh, nee. Want bijvoorbeeld ook de headset die ik nou al jaren met plezier gebruik. Dat is er ook eentje die juist geen Chroma heeft. Omdat het dan, weet je wel, dan is die één goedkoper. En twee, dan heb je gewoon een jack. Terwijl dit natuurlijk ook op USB werkt, want die LED-verlichting moet er overheen. Ja. Hey, hoe sluit je hem aan? Is het digitaal? Is het HDMI? Want ik zie ook hier aux in en headphone, extra ingangen. Ja, je kunt inderdaad gewoon ook nog je headsetje erin prikken aan de achterkant. Of dat je zegt van, ik heb een leuke banger op mijn Spotify, mijn mobiel. Dan steek je er even met de aux in. Dat kan inderdaad ook. Maar hij wordt wel aangesloten met een eigen stroombron en sowieso een USB. Al is dat maar voor het regelen van het digitale volume en de bas en natuurlijk die lampjes. En de software is natuurlijk weer het nieuwe Razer Synapse 3. Wat nu het nieuwe soort van netwerk is van Razer. Ja, je Philips Hue aan kan aansluiten. Wat ik dus doe in mijn huis en wat heel irritant is. Ja, als jij denkt van, eens in zoveel tijd als ik druk wil ik dat het rood flitst. Dat is natuurlijk leuk voor op je toetsenbord, maar in de keuken denk je dan, wat? Ja. Maar nee, inderdaad, het werkt wel. Ik moet wel zeggen, die software vind ik wel heel prettig, die nieuwe software. Ten opzichte van de oude software. Wat dat betreft, Razer heeft natuurlijk, RGB-verlichting. Het is een beetje een hele doorloffe dingetje. Maar wat je bij Razer wel altijd hebt, is wel ijzersterke software. Dat je die dingen, je kan ze verslepen in je setup. Je kan zeggen van, de golf die ik op mijn toetsenbord heb, die moet ook netjes doorlopen in dan de linker speaker, dan de rechter speaker. Hoe snel, al die dingen kun je allemaal aanpassen. Ja, dat is echt heel vet. Ik moet alleen wel zeggen, het is leuk dat ze LED-verlichting doen. Ik snap waarom ze het naar beneden richten, zodat het niet te veel in je ogen schijnt. Maar als jij een donkere tafel hebt, dan ga je die LED-verlichting niet zo heel erg duidelijk zien. Dat is wel echt een dingetje waar je even over na moet denken als je hieraan zit te twijfelen. Ja, maar echte Razer-gebruikers, die hebben alles van Razer. Dus dan is het in het ensemble, ziet het er fantastisch uit. Dan gaat het van je linker speaker naar je toetsenbord, naar je muis, via... Nou,
Naar de keuken. Naar de keuken. En dan naar de rechtspeaker en dan weer terug. Ja, nee, oprecht. Dat is wel heel leuk gedaan. Maar ik vind het wel weer jammer dat ze dan juist met de Chroma-editie... dat het niet zo goed opvalt op bepaalde oppervlaktes. Ik heb bijvoorbeeld ook bij mij staan ze eigenlijk op een hele grote muismat. Dat absorbeert natuurlijk, omdat het stof is, bijna al het licht. Dus overdag zie ik de lampjes niet eens. Nee. Nee, okay. Maar goed, daar moet je dus even over nadenken. Kijk, als je een of ander wit reflecterend bureau hebt, sure, die dingen ga je super duidelijk zien. Maar met zwart is het al een heel stuk minder natuurlijk. Ja, ik vind ze er mooi uitzien. Ik vind het dus wat anders. Ik vind ze vet. Ja, nee, ik moet ook zeggen, ik vind ze erg sexy eruit zien. Het heeft wel iets. Het heeft iets. Ik heb nog nooit zoiets gezien en dat is wel leuk. Nee, ja, en het is ook wel eens dat je denkt van ja, waarom die soort haardroge kanonnen? Ja, dat is ook gewoon, het is niet alleen maar stijl, het is ook praktisch, omdat je natuurlijk die bastunnel erachterin hebt. En naar mijn idee kun je die ook horen, dus dan snap ik, weet je, het is ook mind over matter, zeg maar. Mooi. Ga je er ook over schrijven? Ja, lijkt me wel leuk. Kunnen we een keer behandelen van, is het nodig om als gamer een speaker setje te hebben? Of kun je beter gewoon aan een headset hangen? Ja. Ik weet het antwoord al. Maar €160 zei je toch? Ja, deze versie met de Chroma-verlichting is €160. Maar dan zonder de subwoofer. Ja, inderdaad. En die met de subwoofer die is echt 500, want die heeft weer echt allerlei nieuwe licenties en dergelijke. En die subwoofer heeft waarschijnlijk ook dan verlichting. Dat zou ik echt zo niet weten, maar goed, het staat op Gamersnet. Oké, okay. Ja. Hartstikke goed. Wise, bedankt voor je hulp, voor je review, voor je alles. Ja, mocht je echt alles willen weten over deze super vette set, dan kun je natuurlijk de review strakjes vinden op gamersnet.nl. Dan is Tom in de pen gekropen om echt alles aan jullie uit te leggen. Alle details, alle saillante details over dit apparaat. En dat geldt sowieso voor alles. Over games en over tech, ga naar gamersnet.nl. De rest mij niks anders dan jou te bedanken. Ja, ik jou te bedanken. En jullie te bedanken voor het kijken. En tot volgende week bij nieuwe Gamersnet Gear. Je nog geen gifje maken? Doe. Nee, ja, maar ik vind het niet zo leuk om... Wacht, kunnen we Russisch roulette zo? Nice. Dat zou best wel vet zijn voor Red Dead Redemption editie. Dat het echt een gun is.